kan ik los als van staat voor een wedstrijd. SSN getrokken, mooi, precies op tijd. Veel succes, geniet ervan. Het is een prachtig parcours. En jullie lopen dus op een unieke ondergrond hier. Langs de Hunebedden, langs de Grafheuvels. En dan uiteindelijk weer op deze plek terugkeren. Voor deze mooie 14e uitvoering alweer van de Havenkleur Hunebedloop. Nou, kijk eens aan, wat gaat er binnen geweldige snelheid. En dan de nummer 2 van het Juke Belsma. Daarna krijgen we Henry Boomsma. Daar ook hier straks. Ja, kom bij, kom dan op z'n top. En hier zie je een Belsman. Mooie plek, joh. Bijna. Ik ben een kapot. Ja. Yeah.
jaar van vandaag, in 2020. De 14e editie met een eerste winnaar hier voor wat betreft die 5,5 kilometer gaan we winnen met Dries Wielink uit Kampen. Die doet dat mooi. Dries Wielink is de winnaar hier. We gaan ook verder met Jan de Pulle. De man die zich voorbereidt op een mooie wedstrijd volgende week in Apeldoorn, de mini-marathon. Hij is de nummer 2, de man van Berto Bergerlopers. Dave Hulsebos uit Zuidwolde is de nummer 3 van vandaag. Hier is Pascal Dankelman uit Ommen, winnaar hier van de 7,5 kilometer. Goed opletten, want het loopt allemaal door elkaar nu. We hebben ook atleten nu in die 7,5 kilometer. De Leeuw uit Steenwijk in het set van start. Hier is Daniel, is de nummer 2 bij de dames vandaag. In die 7,5 kilometer. De volgende dag is van Alien Verder. Goed zo in, de naam van de zuster bij mij. En ze doen het bij Kalen, geloof ik. Mooi. Dat vind ik fijn. Ja, Melvin Dorsen maakt een versie van 53 minuten. Opnieuw wint hij hier de 15,5 kilometer. Zijn de nummers 2. Roel van der Steijgen uit Kampen. Tweede, de master van de AB Sprinter. Tweede bij de dames, 15 kilometer. Deze groep is wel lekker geluid, mannen. Op weg naar de koffie.